Weet je wat grappig is? Ik zie dus letterlijk mijn beeldscherm niet. Maar mijn scherm van mijn camera zie ik wel gewoon goed. Dus ik weet wel hoe ik er nu uitzie en dat is belachelijk. Maar het zieke is aan deze zonnebril, is dat als ik mijn hoofd schuin houd dat ik dan opeens wel mijn scherm kan zien. Dus of ik moet zo mijn Minecraft aflevering gaan opnemen of we doen gewoon even normaal en doen de bril af. Dat kan ook. Welkom weer terug bij Minecraft. Het is weer eventjes geleden. Ik weet het. Ik had even een kleine break nodig, omdat ik me niet super lekker voelde. Ook heel veel hoofdpijn. En nog erger dan dat, New World kwam uit. En daar heb ik heel veel tijd aan gespendeerd. Dus, we zijn weer terug. Nee, nou, ik, ik heb ook uh, wel wat gedaan in de tussentijd. Uh, misschien had je het nu al net gespot. Ik heb een hele kist aan Iron. <laughs> dit is echt bizar heel veel. Maar ik, ik kwam er dus achter tijdens een livestream die ik had gedaan... ...dat mijn Iron Golem Farm gewoon non-stop bezig is... Uh, terwijl het best wel fair is. Maar alsnog. Die, die Iron Golems die spawnen. Die gaan elke keer dood. En daarom heb ik nu gewoon bijna een hele kist aan Iron Blocks. Uh, daarnaast heb ik dus ook in die livestream. gewerkt aan de mine. Dit was trouwens een hele spontane. niet aangekondigde livestream. Omdat die ook dus niet zo heel erg belangrijk was. Maar hierin hebben wij. Up, een beetje gewerkt aan de mijn. Als ik eventjes niet dood ga hier. Kijk eens aan. We hebben een soort van. Uh, ...plek gemaakt waar je dus entrees kan maken voor alle tunnels die we gaan graven. Ik denk dat het er best wel cool uitziet. Alleen we moeten het dus nog wel een beetje upgraden... ...want we moeten het ook nog een beetje in die richting doen. En daarnaast moeten we ook nog zorgen dat hier beneden water komt... ...zodat je veilig kan landen en dat je niet uh, hoeft te remmen met je Elytra. Dat is ook wel een belangrijk detail. En verder heb ik nog één dingetje gedaan... Wat uh, niemand nog weet. Maar wat voor mij uh, super belangrijk gaat zijn. Voor één specifieke aflevering. En dat wordt namelijk een hide-and-seek-aflevering. Ik wil namelijk mijn basis maken tot een hide-and-seek-map. Volgens mij heb ik dit al eerder verteld. En dan wil ik andere YouTubers gaan uitnodigen. Om samen met mij hide-and-seek te spelen. Ik ga wel een regel doen. En dat is dat. Uh, de spelers niet blokken mogen breken. Dus ze kunnen niet onder de grond schuilen. Maar wat ze ook niet weten. Is dat ik hier een shulkerbox heb. En met die shulkerbox kan ik zo. Woop! En dan ga ik ondergronds. En dan heb ik hier een geheime tunnel. En dat is trouwens een ding, als je dus wordt geforceerd uh, in, in minder dan twee blokken ruimte, dan ga je door een shockerbox heen in plaats van dat je in kruipruimte komt. En dan hebben wij hier mijn secret base waar ik kan slapen. Waar ik een kaart kan bekijken van onze omgeving. En waar ik op een knop kan drukken met... Nap TNT. En dit is trouwens niet heel slim dat ik dit nu heb gedaan. Want volgens mij heb ik nu nog maar één kogel over. Ja, oké. Okay, dus die moet ik eventjes bewaren voor uh, wanneer we dat gaan spelen. En uh, ik heb een geheime uitgang. Uh, dit is een hele, hele redstone contraption. Uh, er zit ook een Enderman in. Wat, wat is dit? Waar slaat dit op? Enderman, hoe, hoe kom je hierin, bro? Je zat letterlijk in het blok. Um, oké, okay, kunnen, kunnen we het veroorloven met de map? Ik denk het wel. Hadden wij laten ons nu met rusten, oké? Okay? Oeh, dat was een beetje scary eigenlijk. Ik ben een beetje bang dat hij me nu op een random moment gaat aanvallen. Maar misschien dat ik eventjes kan laten zien hoe dit in elkaar zit. Als ik eventjes niet de verkeerde blokken weghaal. Maar dit is een hele simpele redstone contraption. En het vereist een paar pistons. Dit is dus waar ik ook uh, de sticky pistons. Of de slimeballs voor nodig had. Die we eerder hebben verzameld in een aflevering. Maar dit maken we even dicht, want dit boeit toch niet. En als we hier dus ook op drukken. En we gaan op de slimeblok staan. Dan worden we gelanceerd. En dan zijn we. Helemaal happy de peppy. Hallo Enderman. Waarom is het trouwens nacht en kon ik net niet slapen? Oh, dat komt natuurlijk door de Enderman. De. Goed, zover de samenvatting. Uh, verder heb ik uh, ja, bijna alleen maar lege shockerbooks. Dus verder boeit het ook niet. In deze aflevering wilde ik wat life hacks gaan proberen. Van uh, Minecraft YouTubers of TikTok of whatever. Ik heb een paar dingen opgeschreven. En we gaan ze gewoon één voor één testen. Kijken of ze werken. En het zijn allemaal fabeltjes. De eerste life hack is dat je trapdoors kan gebruiken. ...om uh, je beesten in te bewaren. Dus laten we zeggen je schapen, je koeien en dat soort uh, kwalijke beesten allemaal. Maar dat ze er dus wel in gaan, maar niet uit kunnen. Terwijl normaal gezien zou je daar dus fences voor gebruiken. En eigenlijk kunnen we dat al meteen testen bij deze koeien. Want deze koeien hebben we op de ouderwetse manier gedaan. We hebben gewoon een randje met fences gedaan. En een carpet, maar niet uit wat voor carpet. En daarmee konden we dan wel ontsnappen. Maar blijkbaar kan dat dus nu ook met trapdoors. Dus uh, ik wil even gewoon een klein hokje bouwen... En daar dan even een beestje in lokken. Ik weet nog niet wat, maar dan gaan we dat gewoon even mee testen. En het is wel dus specifiek dat je de blokken aan de buitenkant moet neerzetten. Dus als ik een trapdoor hier had geplaatst, volgens mij werkt het dan niet. Dus je moet wel eventjes goed rekening houden van... De, de, er moet een full blok, zeg maar, nog aan de binnenkant kunnen van de trapdoors. Oké, okay, we hebben ons hokje. Laten we eventjes wat wheat verzamelen en carrots. Een van de twee maakt niet uit. Want er zijn hier best wel wat schapen en uh, ook wel varkens in de buurt. En we hebben beide nog niet voor een farm. Even kijken, we hebben hier een varken zitten. Die zit hier al een hele tijd ondergronds. Lekker even te badderen. Maar, hé, hey, jij bent denk ik wel schoon inmiddels. Laten we jou eventjes gewoon meelokken. Deze vriend gaat ons eventjes helemaal volgen naar zijn nieuwe fijne veilige hok. Oh, die beesten lopen nog best wel snel door. Je kan gewoon bijna, ja, niet eens sprinten nog. Maar wel gewoon, ze lopen best wel flink door. Dat wist ik niet. Is dit nieuw? Ik weet het niet. Oké, okay, spring overheen. Kijk eens aan. En dan nu zou hij er niet overheen moeten springen aan deze kant. Ah, Oh, wat goed! Oh, wat. Hè? Dat is zo gek. Want het zou ze, maar de hele game, mechanics. Ze kunnen hier gewoon overheen springen. Maar ze willen het niet. Of ze denken niet dat ze het kunnen. Ik vraag me af of ze het dus ook niet gewoon uit zichzelf uiteindelijk gaan doen. Maar het lijkt erop dat hij gewoon goed vast zit. En dat is. Zo veel chiller eigenlijk om het op deze manier te doen. Ik bedoel, trapdoors zijn natuurlijk wel iets meer resource heavy. Dus als je helemaal aan het begin zit, kost het iets meer materialen. Maar aan de andere kant denk ik ook weer zo van... Ja, maar dit is zoveel makkelijker. Je hoopt er gewoon even in en uit. En volgens mij, als je dit doet, ja, dan komen ze wel vrij. Maar dat, ja, dat is logisch. Kom even terug. Dan uh, zetten we jou even vast. Dan kunnen we weer door naar de volgende live hack. Later, makker. Voor de volgende heb ik dus een villager nodig. Uh, daarvoor wil ik wel eventjes eentje gebruiken die ik eventueel kan missen. Silk touch hebben we best wel nodig. Fire aspect 2. En we kunnen het wel even proberen met deze flame makker. Alleen hij staat wel een beetje ingebouwd. Zo, oké. Okay. Ja, we hebben deze rakker erbij. Dat is fijn. En dan zetten we deze even terug. Oké, okay, wat ik dus wilde testen is eigenlijk niet heel ingewikkeld. Maar mocht je nou eens uh, je villagers in een bepaald hokje willen drijven... ...en je hebt geen minecarts ter beschikking... ...want je hebt voor whatever reason nog geen iron, maar wel een villager trading hall... Dan kan je dus door middel van klikken right op een villager uh, hem naar je toe lokken. Daarvoor heeft hij dus wel al een, een, een station nodig. Dus hij moet al wel een dingetje hebben om mee te werken. Maar het schijnt dus zo te zijn. Als, hij, als we dus telkens een beetje van hem afstaan. En dan elke keer op een klikken. Right op max range. Hier, dan komt hij dus naar je toe. Ik denk niet dat het kan met Minecart daar. Want ze lopen nooit over Minecart heen. Dat is ook met uh, zombies zo. Dus als we nu elke keer. Kijk. Hij komt wel de hele tijd... Ja, hij, hij komt de hele tijd bij me staan. Oh, dat is super handig. Dit, hier heb ik nog nooit over nagedacht. En uiteindelijk kan je hem dan in een soort gat duwen. Maar zo kan je dus wel de richting bepalen waar ze heen lopen. Dat is super relaxed. Wauw, oké. Okay, heel ziek. Nou, jij mag weer in je boot. Ik heb het getest. Jij gaat weer even opgesloten worden. Nou, dus... Uh, je kan eigenlijk net zo goed minecarts gebruiken. Het is een beetje een rare lifehack, vind ik eigenlijk. Maar hey... Weet je, het werkt the more you know. Voor de volgende moeten we in de nether wezen. En ik hoop dat ik hier nog een chokerbox heb staan met sponges. Kijk eens aan. Normaal gezien zou je namelijk. Oeh, dieetje. Oh ja, ik activeerde natuurlijk die uh, spawner. Normaal gezien zou je dus uh, je sponges in een oven doen om ze uh, weer droog te krijgen. Maar dat hoeft dus helemaal niet. Je kan ze dus ook gewoon in de nether plaatsen en dan worden ze meteen droog. Alleen, het, het, ja, het is uh, nogal een uh, pokkenherrie. Dat helaas wel. Maar dan kan je het dus ook met een hoe en Efficiency 5 kun je zo. En dan is het. Gefixt. Eigenlijk wist ik deze al. Deze truc is al best wel bekend. Maar hey, mocht je het nou niet weten, het is een hack. Volgende hack is getest op bedrock. Dus ik durf eigenlijk niet te zeggen of deze nou echt werkt. Maar het zou uh, zo geheten een hidden chest zijn. Wat je dan even moet doen is uh, hier een, een, wat is het? Een ster plaatsen op deze manier. Of nee, andersom bedoel ik. Sorry. whoops, Zo, zo en zo. En dan hier een kist op deze manier. Dat moest dan een double chest zijn. En dan kan je er blokken boven en onder zetten, gewoon zodat het minder opvalt. En wat ze dan willen, is dat je dus hier doorheen de chest kan aanklikken. Nou is dit... Uh wist ik eigenlijk wel zeker op Java geen ding. Maar ik dacht, ik ga het toch even testen. Het werkt niet op Java. Misschien niet meer ook op Bedrock. I don't even know. Trouwens, uh, ik, ik had begrepen dat er vrij recent nog een nieuwe snapshot was gereleased van uh, Minecraft. Nou spelen wij natuurlijk gewoon op de officiële versie 1.17. Wil jij dat ik een keertje ga kijken naar die snapshots? Uh, laat het even weten, want dan ga ik daar een video over maken. Is goed? Oké. Okay. Volgende lifehack. Je kunt met een endrot en een kaars een Lichtgevend zwaard maken. Oep. Kijk, nu lijkt het op een zwaard wat in de grond zit. Dan kan je echt zo'n vet statue maken. Zoals, uh, hoe heet die ook weer? Die ene ridder die dat zwaard uit... Ko Koning Arthur? Was dat Arthur? Ik weet het niet eens. Maar hey, het kan wel en het ziet er super vet uit. Daar gaan we sowieso iets mee doen. We gaan voor het eerst lightning rods maken. Oh my god. We gaan namelijk eventjes weer een nieuwe life hack proberen. Die daadwerkelijk nuttig is, denk ik. In ieder geval voor onze use case, zou ik dan willen zeggen. Je kan namelijk een soort gate maken. Uh, met lightning rods. Als je dus, zeg maar, de lightning rods op deze manier plaatst. dan kunnen er blijkbaar opeens geen zombies meer doorheen. want hitboxes of zo. Het is heel gek. Uh, alleen ja, dus die kaart die moet weg. en we hebben er nu eentje tekort. Zo. Oké. Okay. Uh, het is niet helemaal symmetrisch. Laat ik dat eventjes fixen. Verder. Um, oh, dit ziet er wel beter uit eigenlijk. Misschien dat we deze dan nog eventjes symmetrisch willen krijgen of zo. Zoiets. Ik denk dat dit wel cool is. Dit voegt wel wat toe. Hier, wij kunnen hier met gemak doorheen. Ik weet niet hoe het zit met uh, zombies. Of uh, baby-zombies bedoel ik. Maar er kan sowieso al niks meer doorheen. Door die kat. Dus dat is nice. Uh, alleen eigenlijk het enige probleem. En dat is eigenlijk de grootste flaw hier. Is dus dat een skeleton gewoon free kan hitten op de iron golem. En dat is een probleem geweest al eerder. Want ik heb al een keer een iron golem laten sneuvelen. Gewoon puur omdat dit te open was. En de iron golem kon niet naar de skeleton. En de skeleton die stond hier gewoon rustig op mijn iron golem te schieten. Dus. Wat we in principe gewoon kunnen doen. Wat nu niet echt meer een probleem is, is gewoon bu buiten een iron golem neerzetten. Uh, Poei, we hebben toevallig ook net aan genoeg iron om dat te doen. Uh, zo. Oké, okay, dan hebben we er eentje voor buiten en eentje voor binnen. Want ik vind dit er wel vetter uitzien. Het is nog steeds niet helemaal het. Maar het ziet er wel vetter uit. Goed, ik dwaal een beetje af bij deze. Maar ik vind het oprecht wel een vette life hack. En we moeten eigenlijk nog wel wat gaan doen met kopper. Moet ik nog steeds gaan doen, ja, ik weet het. Voor mijn volgende truc heb ik een daylight detector nodig. En trouwens wat solcent en wat kelp. Maar dat doet er nu even niet toe. Hey, iron. Oké, okay, als het goed is zijn we nu wel diep genoeg. Uh, we hebben namelijk eventjes een gat nodig met water. Uh, en de bodem daarvan moet eventjes natuurlijk Soul Sand zijn. En dan de rest is allemaal kelp, zodat het allemaal water source blocks zijn. En dat halen we dan weer weg. En dan blazen we onszelf omhoog. Nice. Dan moeten we eventjes de daylight sensor opzetten. En een trapdoor. Die, ik weet niet hoe dit werkt. Maar volgens mij moet hij nu activeren wanneer het nacht wordt. Of juist andersom. Ik weet niet exact hoe dat zit. Volgens mij moet ik hem nu zo doen. En zodra het dan vervolgens weer nacht wordt... dan zou hij als het goed is moeten activeren. En dat is dus ook een beetje het idee. Want als wij hier nu boven gaan hangen en direct naar beneden gaan kijken... Ik kan niet verder naar beneden richten met mijn muis. En we gooien een enderpearl zo diep als we kunnen. Dan blijft hij hier, als het goed is, drijven. Heel goed. En zodra de dag dan uiteindelijk de nacht wordt... Dan uh, sluit de trapdoor en dan worden we geteleporteerd. Dit is echt een super simpele contraption. Maar stel je wilt precies wanneer het nacht wordt uh, geteleporteerd worden naar je huis, naar je bed, uh, whatever wat het is. Dan uh, kan dat met dit systeem. De enige nadeel is dus dat je dus wel in render distance hiervan moet zijn, de chunks. Die moeten geladen zijn. Dus uh, stel je gaat op wereldreis en je verwacht uh, binnen 10 minuten terug te worden. dan gaat het dus niet lukken, want dan zijn ze out of render. Dus op een multiplayer server werkt het wel. als een andere speler hier in de buurt is. Dus eigenlijk voor dat soort dingen gebruik je het het meest. Dat is ook de reden waarom ik het nog nooit heb gebruikt. Uh, het wordt alleen wel heel lang wachten, want ik heb echt net geslapen totdat het weer nacht wordt. Ik kan dus ook geen game mode of uh, time set night doen, helaas, want het is hardcore natuurlijk. Maar ik kan wel eventjes voor jullie demonstratie eventjes deze triggeren, want dan worden we getaped en dan zitten we hierin. En dat kost je dan 1 Pearl per keer. Volgens mij moet je dit gat minimaal 8 diep uh, graven, maar ik doe altijd gewoon een beetje extra, want dat maakt het gewoon makkelijker. Hoef je niet te tellen. Best wel cool systeem, toch? Oké, okay, de volgende life hack. Die wil ik heel graag proberen, want ik heb deze nog niet getest. We hebben hiervoor wat waterbuckets nodig. En wat we dan willen doen, is een aquarium maken, maar dan zonder glazen wand. Ik wilde dit gewoon maar eventjes hier testen, want ik dacht, hier kan dat prima. Om dus het water te begeleiden, hebben we wat trapdoors nodig, die dus het water tegenhouden. En dan doen we hier dus wat waterlocked stairs. Dit kan volgens mij gewoon prima slap zijn. Dat maakt niet heel veel uit. En dan doen we gelijk hier ook even wat trapdoors, want ik wil niet dat hier. Achter uh, water komt. Misschien dat we dat later nog gaan doen. Al willen we dit echt een aquarium maken. Maar dan doen we gewoon even het waterloggen van deze bloks. Zodat het allemaal mooi naar beneden gaat stromen. Zo. En dan even kijken. Volgens mij moeten we deze twee dan nog doen. En dan is het al helemaal Gucci. Kijk eens aan. En, nou zo zie je maar. Er stroomt helemaal niks uit. Uh, het wordt alleen wel wat ingewikkelder al wil je er uiteindelijk kelp of iets in gaan gooien, want dit mogen geen water source zijn, anders stroomt het over, uiteraard. Maar wat als het goed is, het wel kan, is vissen hierin zetten. En als het goed is, zwemmen ze er dan niet uit. Dat is het vette hieraan. Dus je kan letterlijk een soort van, ja, bijna infinite waterpool idee. Je kan gewoon letterlijk er makkelijk tussen gaan zwemmen en er is helemaal niks aan de hand. Uh, we kunnen wel even proberen. Ja, lanterns en zo wordt natuurlijk lastiger. Want die moet je dan weer gaan waterloggen, uiteraard. Maar ik vind dit er wel heel vet uitzien. Het is letterlijk alsof je binnenkomt lopen. En je kijkt er zo naar. En je denkt: hè? Wacht eens even, er vliegen vissen in mijn huis. En nu met shaders uit ziet het er wel een stukje minder uit. Maar alsnog: met shaders aan. 100% aanbeveler om te doen. Oké, okay, mijn volgende trucje is echt super simpel. En het is ook eigenlijk meer een building hack dan het daadwerkelijk een, een Minecraft hack is. Maar, hé, hey, weet je, het mag gezegd worden. Je kan namelijk glas in een armor stand zetten. Deze armor stand kan je letterlijk gewoon alles geven wat je wil. Laten we het eventjes mijn netherite chestplate geven, want boeien. En dan doen we gewoon zo. Woop. Oh, wacht. <laughs> er moet wel natuurlijk een blok achter staan. Hoepsie. Oké, okay, stel je voor, dit is binnen. <laughs> Misschien is dat wel een belangrijker detail, want het zou gewoon moeten werken. Ik neem aan dat ze dit niet hebben gepatcht. Hots, hots. Even kijken. Ja, there you go. En dan de redstone blok hier. Ah, kijk, zie je. De beentjes zitten er al in. En dan die. En there you go. Dan kan je dit weer weghalen. En dan zit het erin. Natuurlijk, het steekt wel een beetje uit, zoals je kan zien. Maar ja, helaas valt daar niks aan te doen. Je kan uh, bijvoorbeeld trapdoors eromheen plaatsen. Dat doe ik altijd. Uh, dat dekt het altijd een beetje in. Ik weet niet. Je, je kan er hier alles mee doen wat je wil. Maar mocht je nou echt niet willen dat iemand zomaar aan je spullen komt, dan uh, kan je het op deze manier. Beschermen, als het ware. Nou, dames en heren. Dat waren mijn Minecraft Lifehacks. Ik hoop dat jullie deze aflevering leuk vonden. Het was niet echt survival. Ik weet het. Maar ik vond het wel leuk om een keertje een ander thema te proberen. En ik bedoel, we hebben er wel wat upgrades aan overgehouden. We hebben dit natuurlijk geleerd. Waar is trouwens die Iron Golem heen? Wait, is hij weg? Is hij, is hij nu al weg? We hadden letterlijk. Heel recent deze aflevering. Oh, daar staat hij. Nou, dit is dus een probleem. Ze lopen telkens weg. En dat is ook de reden waarom ik er eentje dus binnen heb gezet. Maar we hebben er wel wat van geleerd. Tenminste, ik ook. En uh, ik hoop jullie ook. En we hebben ja, er gewoon natuurlijk wat upgrades aan overgehouden. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Volgende keer en ook zeer binnenkort weer gewoon een normale aflevering. Geen zorgen. Ik weet dat jullie het hebben gemist. En dat, ik heb jullie ook gemist. Dan wil ik jullie vragen om uh, te abonneren. Uh, mij te volgen op Twitch, Instagram, Twitter en uh, TikTok. En dan is uh, coole dunken. Ziet jullie later. Peace out. Bye bye.